Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag hebben jullie al aan de titel gezien wat wij gaan doen. Ik ga vandaag weer Fortnite dansjes in het echte leven doen. En ik hoop dat jullie het super leuk vinden. Zo ja, waardeer ik het heel erg als je even een blauw duimpje omhoog achterlaat. Support je mij natuurlijk enorm. En als je nou nieuw bent op mijn kanaal, te abonneren en dan dat belletje aan te zetten. Want dan mis je natuurlijk geen enkele video van mij. Maar jongens, wij gaan vandaag weer een like on neerzetten. Laten wij vandaag proberen de 1111 likes halen, dus 111 likes. Smash daarom even allemaal die blauwe duimpjes omhoog, support je mij natuurlijk enorm. En als je mij nou meer wil supporten, dat kan natuurlijk en dat zou ik ook heel erg waarderen. En dat is door mijn supporter creator code te gebruiken in de Fortnite items shop, jongens. Want de code gaat elke 2 weken weg, dus misschien ben je wel mijn code al verloren en heb je mijn code nog niet gebruikt. Gebruik die dan eventjes, want dan support je mij natuurlijk enorm voor meerdere giveaways en natuurlijk binnenkort custom lobby's met jullie kijkers. Maar jongens, heel erg bedankt als je mijn code hebt gebruikt. Ik ga het nu verder niet langer ophouden, want ik ga dadelijk hier staan allerlei Fortnite dansjes te doen. En dat ga je nu in deze video zien. Dus veel plezier met kijken. Laat in de comments weten welk dansje jij het best vindt gegaan. En dan gaan we nu gewoon door naar de video, jongens. Dus let's go! Oké, dames en heren. Hier staan we dan in mijn kamer. We gaan vandaag weer Fortnite dansje doen, jongens. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb dansjes daar op mijn scherm staan die ik na ga doen. Ik ga ze zo goed mogelijk proberen na te doen. Dus smash op de blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, jongens. En dan gaan we beginnen met als eerste de twist emo. Dus ja, laten we gaan beginnen. Ik ga hem zo goed mogelijk proberen na te doen. Als ik het niet goed nadoe, sorry jongens. Sorry, het spijt me als ik niet het beste hierin ben. Maar ik ben natuurlijk geen Fortnite karakter. Maar volgens mij doen we deze best goed. Volgens mij doen we deze nog best wel goed, jongens. Als ik het niet goed doe, het spijt me. Maar deze doet gewoon lekker met de armen zo heen en weer. En een beetje met zijn benen zo draaien. Dus hey, ik denk dat deze wel lekker gaat, jongens. Let's go. Oké, we gaan gewoon deze eventjes een beetje door doen zo. Ik hoor natuurlijk geen muziek. Jullie horen er wel muziek bij. Maar ja, laat straks aan het einde van deze video weten welke dans natuurlijk ik als best heb gedaan. Maar ik vind het tot nu toe wel lekker gaan. Of ik doe het helemaal verkeerd. Ja, ik zie dit tijdens de edit zie ik dit pas terug. Dus ik weet niet of ik deze goed doe tot nu toe. Maar tot nu toe vind ik deze wel goed. Ik denk dat deze wel goed is gelukt. Oh my god. Ik denk dat als dans ene twist emote dit best wel goed is gelukt. Laat nou een lijstje achter, jongens. Met alle dansjes die ik heb gedaan en dan de cijfers erachter. We gaan nu door naar een ander dansje, jongens. En dit dansje is de Marshwalk. Dat is natuurlijk van toen Marshmallow in Fortnite zat. Dus we gaan deze ook zo goed mogelijk proberen na te doen. Dus ik ben benieuwd. Hij staat hier open op mijn schermpje. En ik ga eerst eventjes de been movement nadoen. Dus even wachten tot hij opnieuw begint. Oké, let op, hè, jongens. Here we go. Oké, hij doet dus eerst met zijn been doet hij gewoon de hele tijd dit. En dan doet hij met zijn arm. Zo. Oké. Dan doet hij met zijn hand dit, zo. Voor mij doe ik deze wel goed. Of niet? Ja. En nu gaat hij met zijn arm zo doen. En dan doet hij dit. Oh mijn god, jongens. Ik weet niet of ik hem nou synchroon doe. Maar voor mij gaat hij best wel lekker. Voor mij gaat hij best wel lekker. Dan doe ik deze arm weer. Dan doet hij dit. Dan doet hij dit. Ja, ik weet niet of hij met jullie beeld gelijk loopt, zeg maar. Want hij loopt zeg maar af en toe een beetje achter. Maar ik denk dat ik hem best wel goed doe, jongens. Voor mij doet deze best wel goed. En dan doet hij dit. En dan dit. Oh mijn god. Voor mij gaat deze best wel lekker. Voor mij gaat deze best wel lekker, jongens. Ik kan gewoon een marshmallow dans doen. Ik kan gewoon een marshmallow dans doen. Let's go. Let's go, jongens. Oh mijn god. Nou, ik ga zo volgende week in de club staan, hoor. Hey, volgende week ga ik zo in de club staan. Hoppatee. Oh my god. Deze was ziek. Oprecht, ik vond deze echt heel leuk, man. What the heck. Holy shit, de Marshwalk. Oh. Volgens mij is deze oprecht best wel goed gelukt, mensen. Voor de volgende emote heb ik mijn telefoon nodig. En toevallig heb ik deze in mijn zak zitten. En jullie weten waarschijnlijk wel welke emote dit is. Dit is letterlijk de emote waarbij je staat. En ja, vervolgens, let maar op, hij komt er wel aan. Je telefoon uit je broekzak pakt. Op je hand gaat staan. Gewoon eventjes die mensen laat wachten. En gewoon even lekker je Snapchat gaat checken. Of weet ik veel wat. Ik open dit moment Insta, volg me nog niet bij Insta. Volg me dan zeker eventjes daarop, want dat is zeker het volgen waard. Maar ja, ik denk dat deze wel goed had. Ik heb helaas alleen geen kauwgom. Maar gewoon eventjes de mensen van je afhouden. Zoals hij ook doet. Gewoon, je staat zo. Je pakt je telefoon uit je zak. Eigenlijk moet ik hem uit mijn linkerzak halen, want ik heb hem altijd rechts. Dus je haalt hem uit je zak, je kijkt op je telefoon. Even wachten, mensen. Even wachten, alsjeblieft. Wil je even afwachten, please? Dankjewel. Even wachten. Ja. Volg mij even op Instagram, abonneer op mijn kanaal. Gebruik supporter creator code, oh my god, de Chesto. Ja, oké. Okay. Alright.
Nou, dit was denk ik wel een van de makkelijkste emotes die we nu hebben gedaan. Maar ik denk wel dat die goed is gegaan. Dus laat het mij weten, jongens. Laat het mij weten in de comments. Door middel van dat lijstje en dan natuurlijk de cijfers erachter. Maar voor mijn gevoel, jongens, zijn we lekker bezig. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Smash even dat blauw duimpje als je dat niet hebt gedaan. En we gaan door naar het volgende dansje. En dat is dans nummer 4. Oké, jongens. Dans nummer 4 is de Nana. En die is natuurlijk van dit seizoen. En dan gaat hij opeens snel. En dan gaat hij weer langzaam. Deze is niet heel moeilijk, hoor. Deze is niet heel moeilijk. Deze gaat dan opeens weer snel. En dan gaat hij weer langzaam. Tum, tum. En dan gaat hij weer snel. Oké, dan gaat hij weer langzaam. Oké, jongens. Dan gaat weer langzaam. Dan gaan we weer snel. Oké. En dan weer langzaam. Oké. En weer snel. En dan weer langzaam. Oké, dan gaan we weer. Deze vind ik oprecht nog wel leuk. Deze is oprecht nog wel leuk, jongens. Dan weer langzaam. 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 En weer snel. Deze vind ik leuk, jongens. Holy shit. Deze is ook nog gewoon makkelijk te doen. Dus als je niet goed bent in Fortnite dansjes, kan je deze gewoon doen, jongens. Let's go. Hup. 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 Holy shit. Let's go. Ik hoef niet meer te sporten vandaag. Oh my god. Let's go. We zijn lekker bezig volgens mij, jongens. Volgens mij zijn we oprecht lekker bezig. Jullie bepalen het in de comments. Maar voor mijn gevoel zijn we lekker bezig op dit moment. Oh my god. De dans die er nu aan gaat komen is de scenario. En die is natuurlijk van de iconische skin van dit seizoen, jongens. En oh my god. Wij gaan het proberen. Ik weet dat ik hem niet goed ga kunnen. Let maar op. Maar goed, we gaan gewoon ons best doen, jongens. We gaan gewoon ons best doen. Daar komt hij. Alright. Hij begint zo met zijn voeten. Met zijn handen. Hoofd naar zijkant. Opzij. Hup. Hup, dansje. Hup. En dan met zijn voeten zo. Oké. Weer met die handen. Oké. Hoofd naar zijkant. Hoofd naar zijkant. Oh my god, jongens. Ik weet niet of ik hem goed doe. Ik weet niet of ik hem goed doe. Ik weet niet of ik hem goed doe. Oh my god. Jongens, dit is lastig, ouwe. Deze is ook echt heel lastig. Oké, zijkant, zijkant. Dan maakt hij dat rondje zo. En dan doet hij met zijn voet iets raars. En dan weer met zijn handen. En dan doet hij met zijn hoofd zo. Zijn lichaam. En dan doe je... Huts. Oké. Zijkant. Hup. Dan doe je iets met dit en dan rondje. En dan doet hij met die benen zo. Dan gaan we weer. Hut. Hut. Rondje. Met de benen gek doen. Ik doe ook maar wat, hè, jongens. Ik doe ook maar wat. Oh my god. Ik weet niet of deze goed gaat. Ik doe nog één keertje. Oh my god. Deze tot nu toe lastigste van allemaal. Deze is tot nu toe echt het lastigste. Oh my god, what the heck. Ik weet niet of we voor mijn gevoel goed hebben gedaan, maar jeetje, deze dans. Besef dat sommige mensen dit in het echt doen, hè. Gewoon oprecht als dans. We zijn nu denk ik ook aangekomen bij een van de makkelijkste dansjes, dus dat moet geen probleem worden. Alright, hold up. Ik strook even mijn mouwen op. Het is een beetje warm hier in mijn kamer, maar we moeten dadelijk gaan beginnen. Ik ben aan het afwachten tot hij opnieuw begint. Deze is echt niet lastig. Oké, here we go. Here we go, komt ie, jongens. Het is de sprinkler. Met zijn handen zo. Deze is niet moeilijk, jongens. Deze is niet moeilijk. Deze kan iedereen. Deze kan iedereen. Oprecht wat deze iedereen kan. Dit is gewoon van een dansje volgens mij van vroeger. Hoppa. En dan met de vingertjes terug zo. Pam, 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 pam. Pa-la-la-la-la-la. Pam, 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 pam. En dan weer terug. Let's go, boys. Let's go. Deze kan iedereen. Oprecht. Ik hoop dat deze iedereen kan. Dit is echt het simpelste dansje tot nu toe. Let's go. Hij verwilt ze niet van hand. Dus wij houden ook deze hand gewoon lekker vast. Ik vind het ook echt een heel leuk dansje. Deze heb ik voor mij gegift gekregen van een van jullie. Heel erg bedankt daarvoor. Kijk eens aan. En weer met een handje terug zo. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Oké, ik vind het genoeg geweest. Yo, mijn hele arm heeft pijn. Oh, deze was ook wel heel lijp, hoor. Oké, jongens, om dit mee af te sluiten hebben we nog een groen dansje. En dat is de klik. En dan doet hij letterlijk met zijn benen alleen dit. Dus zo, dit. Ik moet uitkijken dat ik niet tegen mijn kast aan schop. Oh my god. Oké. Pef. Oké, let's go. Pef. Oh my god, alleen ik mag niet op mijn bed vallen. Pef. Oké, zo. Yo, dit is lijp, ouwe. Dit is lijp. Deze is heel lijp. Holy shit, tats. Komt hij nog een keer. Tats. Nog een keer. Tats. Oké, jongens, aan dan.
Oké, jongens, dat was de video weer voor vandaag. Ik heb mijn best gedaan op deze Fortnite dungeon. En ik hoop dat jullie het heel erg leuk hebben gevonden. Zo ja, dan waardeer ik het heel erg als je even een blauw duimpje omhoog achterlaat. Even abonneren op mijn kanaal, dat belletje aanzet. En de support a creator code gebruikt in de Fortnite item shop. En dan voor nu ga ik deze video afsluiten. Een beetje uitrusten, want ik ben best wel moe. Want yo, het is best wel heet in mijn kamer. Bedankt voor het kijken, jongens. Ik hoop jullie morgen om 6:30 weer te zien bij een nieuwe video op mijn kanaal. Tot dan, jongens. Doei, doei.